allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Echt heel erg slecht. Het is vandaag vrijdag. Ik dacht vanmorgen zelfs, ik was helemaal in de war. Ik dacht zelfs dat het woensdag was. Maar ik heb deze hele week, ik moet mijn haar nog doen, zie ik. Ik heb deze hele week nog niet gevlogd. Dus ik hoop dat ik een vlog vol ga krijgen. Maar ik zit zo steeds meer in video. Of dat ik door wil gaan met vloggen, ja of nee. Ja, ik weet het gewoon echt niet. Het kost zoveel tijd. Ja, dat is ook overdreven, maar. Ja, ik weet gewoon niet waar ik de focus wil leggen. Wil ik de focus leggen op Instagram? Wil ik de focus leggen op YouTube? Wil ik de focus leggen op allebei? Waar wil ik nou precies naartoe? Dat weet ik niet. Ik vind het gewoon heel lastig. Ik vind het altijd heel leuk om te doen. Die vlogs vind ik vooral super leuk voor later. Dat we met de kinderen gewoon op de bank als ze 18 zijn of als ze 15 zijn. Terug kunnen kijken naar deze vlogs. Dat je dan moet gillen. Dat soort dingen allemaal. Maar Instagram vind ik ook veel leuker omdat ik daar veel meer interactie en bereik heb. Raffi, Raffi! Hey! Zeg maar sorry! Zeg maar sorry! Als ik het nog een keer zie, ga je naar boven. Dan hou je op. Dus ja, daar zit ik nu een beetje mee in de wiel. Ga ik door met vloggen, ja of nee? Maar nu zeg ik nee. Want ik heb er gewoon weinig zin in. Ja, weinig zin in. Ik heb gewoon ook wel een kort moment. Och, wat zocht ik? Oh nee. Speelgenootje voor ons. En weet je misschien. Nou zeg ik al 2 dagen nee tegen mezelf. Ja, eigenlijk al vanaf maandag, dus 4 dagen. Maar het kan best zijn dat ik morgen weer zeg van, ja, is kei leuk, ga gewoon lekker vloggen. Tot ik het gewoon weer helemaal oppak. Dus vandaar. Raf doet helemaal slaan. Ja, Raf is echt heel stout. Raf, als ik het zie, hè, dan ga je naar bed. Of in de stoute jongetjeshoek. Nou, één is goed los. En dan ga ik ontbijten met de jongens. Het is inmiddels 11:30. Oud sleutel. Ik had hier nog 10 euro in zitten. Ik ga heel eventjes naar Sabon toe. Kom maar, schatje. Ik heb een fietsstoeltje gekocht op Marktplaats. Ik heb kort gebeld. Hoi. Hoi. Ja. Als jij dadelijk die langs mijn huis komt, kun je even voor die zwembandjes? Ik ben nu net buiten de deur. Kak. Ik pak ze wel even. Rosita, ik moet om 12 uur in Bommel zijn, hè? Ja, dus 5 minuten of zo. Doei. Oh, jongens. Mag ik heel even zwembandjes pakken? Jindy is met mijn zusje mee. En die gaan, volgens mij gaan ze naar haar schoonmoeder daar en die hebben een jacuzzi. Dus die gaan zwemmen. Helemaal kapot. Ik dacht misschien kom ik er nog onderuit. Even een zwembandje pakken. Goddamn. Maar ik ga dus even naar Zwommel. Even een fietsstoeltje ophalen. Ben ik al heel lang naar op zoek. Maar ik ben echt te gierig om daar 80 euro voor te betalen. En daar heb ik eentje op Marktplaats gevonden. Ja, kijk uit, kijk uit! Die zijn voor gin. Ja, voor het zwembad. Dus nu ga ik snel naar Sbommel. Ik ben een beetje overbelicht. We zijn inmiddels weer thuis. Het is helemaal gelukt. Rati mag even een filmpje kijken. Wat hebben wij gehaald, Raf? Krokos. Je wil tractorfilmpjes kijken. Maar wat hebben we gehaald? Wat zit hierin? Frietjes. We hebben frietjes gehaald, hè? We hebben even dat fietsstoeltje opgehaald. En ik dacht, nou, daar gelijk even lekker wat lunchen. Lekker gezond. Gisteren lag ik nog te klagen dat ik mezelf zo dik voelde. Maar whatever. We gaan gewoon lekker frietjes eten. Jij gaat even de tractor kijken en dan ga je zo naar bed, hè? Wil je nog frikandel? Nee. Oké. Nou, eet smakelijk. Oké, ik heb dus geprobeerd om dat fietsstoeltje op die fiets te krijgen.
Maar dat gaat niet lukken niet. En nu ben ik echt heel chagrijnig. Heb ik het fietsstoeltje bijna door de midden geschubt. Zo kwaad ben ik. Ja, echt heel kinderachtig. En nu begint het als klap op de vuurpijl ook nog super hard te regenen. Dus ja, waarom zou ik een fietsstoeltje er nog op maken? Ik ben gewoon een uur bezig geweest, jongens. Tommy zit op de afstand, die denk ik hier. Ik ga even lekker op de bank chillen. Ik heb het gehad. Wat heb jij nou? Grote pak. Een grote spek? Wolfkontje? Nou, Raf is in ieder geval net wakker. Ik wilde naar mijn vader gaan, maar het regent nog ellendig hard. Dus ja, ik zit eigenlijk een beetje te wachten tot het droog wordt. Mijn buienradar zegt pas dat het om 4:30 droog wordt. Is hij gevallen? Wat heb je in je hand? Grote pak. Een grote spek. Yummy, yummy. Yum. Lekker hè. Vind je het lekker? Ja. Goed zo. Heb je lekker geslapen? Die is op, ja. Daar heb je hem net uitgehaald. Dat is drinken. Dat is jouw drinken, ja. Die haar helemaal wild. Dat is Raffi. Dat is Raffi. Die is van Raffi, ja. Dit is Raffi's iPad. Is dat Raffi's iPad? Oké. Okay. TV. Dat is de tv, ja. Goed zo. En heb je nog meer te vertellen? Ik heb zeker kozen. Wat? Uh-oh. Nou goed, monster. Ik ga wachten tot het droog is. En nog maar een beetje opruimen hier. Het is inmiddels 's nachts, 12 uur. En ik loop hier net buiten. En jongens, serieus, ik lig niet. De hele schuur, de muur, alles ligt vol met maaien. Dus we gaan even kijken hoe we dit op kunnen ruimen. Ik ga het jullie laten zien, het is echt heel vies. Waar het allerergste is of zo? Ik weet het niet. Kijk, het zit op de muur. In de schuur zitten er een paar. Maar dit is echt ziek. Dit is echt niet normaal. Ze zitten echt overal. Hier in de schuur zitten er een paar. Maar goed, we gaan even iets verzinnen. Allemaal, wij zijn onderweg naar de IKEA. Het is al een vroege dag. En we hebben gisteren eventjes heel tuin schoongemaakt. En vanmorgen was tot mijn verbazing waren alle maaien weg. Dus echt super fijn. We hebben gewoon nog even met de tuinslang al die maaien van de. En ik heb met een trekker zo alles aan de put getrokken. Daarna hebben we overal gewoon neergegooid. En nu zijn we. Je doet het expres. Nu zijn alle maaien in ieder geval weg.
zijn inmiddels weer thuis en het is zaterdagavond. En Jimmy heeft een waterkoek. Dus het was vanmiddag gewoon een rustig middagje. We zijn goed geslaagd bij de IKEA. Ik heb dekbed overtrekken gekocht voor de jongens. Ik heb een nieuw dekbed vooraf gekocht, want die hadden we natuurlijk niet. Robin heeft van die kruidenpotjes gekocht. En volgens mij was het dat wel. En voor nu gaan we lekker eten. Het is 7:45 al. De kinderen hebben pizzatje gegeten en wij hebben net eten besteld. En wij gaan lekker Sperp Express eten. En ik denk filmpje kijken of zo. Ik ben echt super moe. Maar goed, we gaan lekker eten. Waar zijn we weer? Zelfde plek. Andere dag. Zondagmiddag. En ik heb net heel even de huisarts gebeld. Want Jane heeft een waterpok in zijn oog. En ik wilde dat toch even op internet staat. Dus als je waterpokken in je oog hebt, dat je toch even de huisarts moet raadplegen. Dus dat hebben we even gedaan. Nou heb ik een linkje gekregen. Moest ik even een foto sturen. En dat heb ik net gedaan. Dus nu is het afwachten of dat ze iets gaan doen. Of ja, volgens mij kun je niks doen. Maar goed, misschien antibiotica of zo. Ik weet het niet. Dus dat is even afwachten. En we zijn net bij Robin voetbal geweest kijken. Het was super gezellig. De jongens waren helemaal enthousiast. Robin had ook gescoord. En ze gingen helemaal juichen. Dat was echt zo leuk. En jij, Tabby, wil je ook iets vertellen? Wil je ook iets vertellen, Tabby? Wil je ook iets vertellen? Met mijn kus? Met mijn kus? Dus dat. Het is nu dus zondagmiddag en Raf ligt lekker op bed. En we gaan even het telefoontje afwachten. En dan vanmiddag misschien even naar mijn ouders of naar de vader van Robin. Ik weet niet wat we gaan doen. We gaan dus een filmpje van de dino show even kijken waar we geweest zijn een tijd geleden. Mama, wat is bij jou? Wat? En nou is hij bang. Wat is bij jou? Wat zeg je? Maar goed, ik ga dus even het telefoontje afwachten en mijn koffie opdrinken. Even lekker chillen. Wij zijn in de stad, want daar woont opa. Opa? Opa Dassie! Wij gaan even gezellig op zitten met mijn schoonvader. Hallo! Maar ik zit te kijken, schat. Kijk eens hier. De Tico is gesloten. Ja, wat zeg ik? Hier niet. Dat is raar. We zouden hier frietjes gaan halen bij de Tico, want we wonen boven de frietent. Maar ik zie dat de frietent gesloten is. Maar no worries. Ja, Robin roept al. Gelukkig zitten er nog 3 frietenten. Klop, klop! Dus gaan we lekker bij een andere friet en friet halen. Maar hun hebben dus friet speciaal met uitjes en daar zitten dan augurkjes. Ik doe klokken. Doe jij klokken? Ja. Maar die zaten we net over te fantaseren, maar die is er dus niet. Oké, het zelf. Wel oppassen, want hier rijden auto's. Hier rijden we. We zijn in de stad, ja. Opa, hè? Ja, zo grappig, want hier zitten natuurlijk al die winkels, bijvoorbeeld de fietsmaker en zo. Dan zegt Jin allemaal, oh dat is mijn kapper en mijn fietsmaker. Opa! Opa, hè? Dat is jouw fietsmaker, ja. Nou, wij gaan gezellig naar binnen. Goedemorgen allemaal, het is alweer woensdag. En ik ben heel erg van broodje op mijn tas aan het halen, die had ik gekocht bij de Jumbo. Die ga ik nu heel eventjes lekker opwarmen in de airfryer, ja. Want ik heb honger. Het is woensdagochtend en normaal start ik nu een nieuwe vlog. Maar vandaag dus niet. Want ik heb echt zo weinig gefilmd. Oh, is het ook. Zo weinig gefilmd afgelopen weekend. Ik zat er gewoon echt even niet lekker in en ik had er geen zin in. En ik dacht, dat film ik vandaag nog eventjes door. Ik heb die vlog 3 minuten. Ja, dat is niet meer te doen om hem online te zetten. Ik dacht, ik film vandaag eventjes door in plaats van dat ik een nieuwe vlog begin vandaag. En van het weekend hebben we echt super veel leuke dingen op de planning staan. Verjaardag van mijn moeder, de doop van mijn neefje. Ik moet zaterdag wel eerst even werken. Ik heb vrijdag een baby shower, dus we hebben echt allemaal super leuke dingen op de planning staan. Jen's nieuwe bed komt vandaag binnen, ook helemaal leuk. Ik weet niet of we die al gaan geven of dat we echt wachten tot zijn verjaardag, want hij zou hem eigenlijk voor zijn verjaardag krijgen. Maar misschien dan vandaag nog even, dat weet ik niet. Moet ik even overleggen met Robin. Maar als dat is, ga ik daar even appen naar Robin. Als Robin zegt, nou, ik zit er vanavond wel in elkaar, dan ga ik ook even zijn kamer omgooien en opruimen. Ja, gewoon allemaal speelgoed wegdoen. Dus dat. Afgelopen 2 dagen gewerkt, niks boeiends gebeurd. Dus tot zover zijn jullie helemaal bijgepraat. En jullie vandaag zijn gaan meenemen. En kijk.
Kijk eens wat daar binnen is gekomen. Ik ben zo excited. Jin's nieuwe bed. Ja, je ziet natuurlijk helemaal niks. Maar ja, ik ben gewoon helemaal blij. Oh, die hond, jongens. Tubby, hou op. Ophouden. Ga slaapt. Ik was dus net heel eventjes de overbuurvrouw aan het helpen met het kinderstoeltje in de auto zetten. En Ginny kon natuurlijk naar buiten toe, te vragen wat ik aan het doen was. En nu wilde hij niet meer naar binnen. En ik deed dus dit. Tabby, jij gaat wel naar binnen. Kom op. Naar binnen? Tabby, naar binnen. Ja, Tabby moet wel naar binnen, want Tabby loopt weg. Tabby moet weg. Tabby loopt weg, ja. Hé, hey, Gin, laat jouw waterpokjes eens zien. Kijk, Gin heeft allemaal waterpokjes. Maar de jeuk is wel weg nu, hè, lieverd. Waterpokjes nog niet. Nee, de waterpokjes zijn nog niet helemaal weg. Waterpokjes is weg. Nog niet? Nee, bijna wel, hè. Ze doen niet meer kriebelen, toch? Nee. Nee, ja. Nee. Hij heeft er gelukkig geen last meer van. Dus ik wil wel kriebelen. Wat zeg je? Kietelen. Oh, zijn voeten doen wel kietelen. Ik slaap niet zo. Goed, het is lekker weer. Hier moet je springen. Ga je daar springen? Jin wil een kleine broek aan. Jin heeft helemaal een eigen mening over wat hij aan wil. Jin, wat wilde jij vandaag aan? Een kleine of een grote broek? Een kleine. Kijk, kijk. Dat doet zeer aan je voetjes, hè, op het grind. Dat zijn besjes. Besjes. Ja, kijk. Dat zijn allemaal besjes. Die zijn van de buurvrouw. Die zijn van buurvrouw. Ja. Kom je nou toch weer kijken, hoefje. Wat zeg je? Kijk. Is dat blaas? Maar goed, wij gaan naar binnen. Of zal zo al wakker worden. Kom jij hier blijven. Auw, oh, stroombordje. Wat gaan we doen? Nee, nee, niet op de doos gaan staan. Wat gaan we in elkaar zetten? Een cadeautje. Een cadeautje? En wat zit er in dat cadeautje dan? Een bed. Wat? Bedje! Wat zit erin? Bed. Een bed. Doe jouw tut uit. Een bed zit daarin. En wat voor bed zit daarin? Een grootje bed. Een wat voor bed? Een grootje. Ik dacht een grote jongensbed. Het is een jongensbed. Oké. Ga het openmaken. Ja. Eén moment. Zo super zonde. Robin die ging dus straks het bedje van Gin in elkaar zetten. En ik was eventjes met Rach naar de supermarkt. Want morgen is het de dag van de Leidsters. En ik wilde even een lekker snoeppakket samenstellen. En Robin zei, zou ik het anders vloggen? Dat is wel leuk. Dus ik zei, ja leuk, doe maar. Dus hij wilde gaan vloggen. Maar denk je, tijdens het vloggen camera leeg. Dus ik weet niet wat hij nou wel of niet heeft gevlogen. Maar ik laat jullie alles in de volgende vlog sowieso nog heel eventjes... het bed van Gin zien, want hij is geweldig. Hij is echt superleuk en helemaal enthousiast. En ja, ik heb dus net dit pakket samengesteld. Echt mega tof. Heb ik een stickertje opgeplakt. Een mandje lekker voor jullie, omdat jullie de liefste lijst zijn.
En dan een dik knuffeltje naar Rolf. Heb ik allemaal. Ja, het zit echt heel veel in, alleen heel veel zie je ook niet. Chips, Lion, KitKat, duivens, thee, koek, nog meer koek, snoep, tux, M&M's. Kijk, hier heb ik hem niet goed dichtgepakt. Oh, hier zit ook allemaal nog pakken thee. Ik dacht, dat is wel leuk, want normaal doen we altijd een klein geitje. Vorige keer had ik bijvoorbeeld een keer kanjes ingepakt. Dat heb ik allemaal nog meer gedaan. Allemaal losse dingen voor de lijsters. Maar nu dacht ik, ik maak één grote mand met allerlei lekkere dingen. En die kunnen ze dan in de kantine neerzetten. En dan kunnen ze lekker de hele week van snoepen met z'n allen. Ik dacht, dat is ook wel een leuk idee. Want ja, zo'n klein ding, ja, dat is wel leuk. Maar dan heb je een pakje met stroopwafels. En ik dacht, hier hebben ze net wat meer aan. Allemaal lekkere dingen. Dus ik hoop dat ze het zelf ook leuk gaan vinden. Maar ja, dat zien we volgende week wel. Ja, Jin, die ging dus echt zonder pardon net slapen in zijn eigen bed. Hij was denk ik binnen, nou ik wilde zeggen 3 minuten. Hij heb ik volgens mij op Insta gepost. Maar hij was echt binnen 1,5 minuut of zo, was hij al in bed. Al in Dromenland. Het was echt bizar. Zo snel ging het. Echt heerlijk. Zo lief. Het is nu 7:45, dus was opgevouwen. En ik ga zo heel eventjes lekker douchen. Dan ga ik een koffie zetten en dan ga ik denk ik beginnen aan deze vlog. Ga ik editen trouwens. Kijk jongens, ik heb mijn biap. Ik heb de schaap stelt. Nee. Ik heb mijn biap er zelf een beetje af liggen veilen. Maar het is wel echt maar 7:30. Dus het ziet er nu echt niet uit. Super lelijk nu mijn nagels. Maar goed, kun je allemaal super erg bedanken voor deze vlog. En sorry dat hij zo rommelig is. En hij is echt mega slecht volgens mij. Volgens mij heb ik allemaal maar half gefilmd. En ik ben bijvoorbeeld bij de IKEA geweest. Maar ik heb niet eens laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Mega slecht. Hier ga ik de volgende keer aan werken. Maar het was echt even chaos. En ik zat er gewoon niet lekker in. En mijn excuus daarvoor. Ik hoop dat jullie wel allemaal nog even op de knopje abonneren willen drukken. Dan zullen jullie mij super erg mee helpen. En misschien vinden jullie het leuk om een keer een video van mij te delen op je eigen social media kanalen. En een duimpje omhoog natuurlijk. Hartstikke bedankt voor het kijken jongens. En tot volgende week. Doei doei.